Sjors, de eerste driepunter. Wat doet dit met het moraal van de ploeg? Ja, dit is natuurlijk bijna niet te omschrijven wat het verschil is tussen 1-1 of 1-0. Je wint, je houdt ook de 0. Wat natuurlijk heel veel zegt over de volwassenheid die je getoond hebt. En dat is denk ik ook wel het woord waar we vorig jaar over gesproken hebben. Sparta, volwassenen dan wij waren. Daar heb je veel over gesproken. Jongens hebben ook met elkaar gesproken zonder de staf erbij. En vandaag ben je wel heel volwassen geweest in de drie punten over de streep trekken. Je zei van het hoeft niet meer sprankelend in deze fase. Dat was het ook zeker niet. Maar wat je zei van ze werkte hard, hè? Ja, maar ik denk als je Paris Saint-Germain tegen United laat spelen op dit veld. Wordt ook niet sprankelen, maar dit veld is wel heel erg moeilijk. Ik hoor net van de perschef van Groningen dat ze een schimmel en een zwam in het veld hebben. Ja, daar heb ik geen verstand van. Maar dat dit veld heel moeilijk voetballen is, dat kan ik wel zien. Nou, neem erbij een hele postje druk bij beide teams. Een hoop spanning. Ja, dan is goed voetbal misschien een beetje te veel gevraagd. Maar de strijd, de passie, de inzet, ja, dat was allemaal weer echt aanwezig op een volwassen manier. En dat is een groot schrikkend vorige keer, want toen was je 9 van de 10 keer ook zo volwassen. Maar die 10e keer niet. En die 10e keer bepaalt een wedstrijd. Ja, en gelukkig vandaag zijn we op alle momenten dat het moest volwassen geweest. Ja, deze is ontzettend belangrijk tegen een directe concurrent. Het is voor ons natuurlijk ook een aardige tijd geleden dat we een overwinning hebben geboekt. Ja, heel veel moeite gehad met scoren. Als je hem dan vandaag met 1-0 over streep trekt, dat is een heerlijk gevoel. Jij mocht vandaag keepen en direct de 0 houden. Ja, dat ultiem begin voor jou, denk ik. Ja, absoluut. De nul houden is natuurlijk altijd fijn. Maar het belangrijkste is dat we die wedstrijden gaan winnen. Want ik had liever 3-2 gewonnen dan 0-0 gespeeld bijvoorbeeld. Maar dat je met 1-0 wint, dat is fantastisch. Jij mocht starten in plaats van Virginia. Hoe was dat voor jou? Nou ja, goed. Je staat natuurlijk elke dag op het veld om uiteindelijk in de weekenden te spelen. Alleen ik ben hier in een bepaalde rol gekomen. Die heb ik denk ik met verve vervuld. En uiteindelijk dan vraagt het team wat anders, de trainer vraagt iets anders en dan doet hij een beroep op je. En uiteindelijk sta je daarvoor wel elke dag op het veld. Is voor de een niet leuk, maar ja, dat is wel een beetje hoe het werkt natuurlijk bij keepers. Ik heb ook aan de andere kant van de medaille gezeten. Weet je, we zijn gewoon een heel hecht groepje en met als keepers zijn ook. En natuurlijk is het ergens teleurstelling, voor mij is het wel lekker. Alleen uiteindelijk is het team het allerbelangrijkste en dat je dan vandaag met 1-0 wint, dat smaakt wel heel zoet. De trainer zei vooraf al, ik wil ook een stukje rust in het elftal brengen met het opstellen van jou. Vind je dat je goed gekiept hebt vandaag? Ja, ik denk zeker dat de rust brengen goed gelukt is. Uiteindelijk 2 keer belangrijk kunnen zijn met een redding. Met de opbouw, met de uittrappen. Weet je, niet te veel risico willen nemen in zo'n wedstrijd. Het veld was ook niet al te best. Ja, dan moet je gewoon verstandig zijn. Het was op een gegeven moment meer een vechtwedstrijd dan mooi voetbal. Alleen dat zei ik in de rust ook, het hoeft niet mooi. Het gaat om de punten en dat is gelukt. Ja, Robin heeft denk ik prima gedaan. Rust gebracht. Zeker op het veld, we hadden het net al over. Moet je geen risico's nemen, moet je geen gekke dingen doen. Moet je gewoon een bal langs schieten. Moet je wat tijd winnen. Moet je slim omgaan met wat er allemaal achter je gebeurt. Want je moet je voorstellen, je staat met je rug naar het publiek toe. Er wordt van alles naar je toe gegooid. Er gaan mensen over een reclamebord heen. Maar je ziet niks, want alles gebeurt achter je. En je hebt geen achteruitkijkspiegel. Dus ja, ga dan maar nog naar zo'n hervatting. Buiten verder, want je kan ook bang worden, angstig worden, onzeker worden. En Robin is heel rustig gebleven. Dat is veel waard. En hij heeft met de hele ploeg de 0 gehouden. Dat is ook een hele belangrijke. Dat is ook de 2e keer. Emmen en nu weer. En dat is wel de basis van presteren. Dat je goed kan verdedigen en de 0 kan houden. Uiteindelijk vrouwen en kinderen eerst om die punten over de streep te trekken. Maar het is gelukt. En wat gebeurt er dan in de kleedkamer achteraf? Ja, maar dat, inderdaad wat je zegt. Weet je, vrouwen en kinderen eerst. En dat is ook wel eens anders geweest. Dus waren we heel lief in de duels. Was toch net te slap waardoor we een goal incasseerden. Nou, als je het vandaag dan ziet. Zeker net na die hervatting, na die staking. Ja, 2-3 keer 2 meter voor de goal geloof ik. Marco met een Jaap op zijn hoofd. Dit was inderdaad echt als man duelleren. En dan voorkom je een goal en trek je de overwinning over de streep. En dan nog even over die goal van Kaam. Want zo'n goal in deze wedstrijd, dat past eigenlijk helemaal niet, hè? Ik moet je eerlijk zeggen, ik moet hem even terugzien. Maar volgens mij raakt hij hem vrij lekker, ja. Misschien denken supporters wat gek dat ze naar binnen gingen. Maar de veiligheidsmensen van Groningen, en die moet ik echt een compliment maken. Want die hebben ons binnen heel goed opgevangen. Continu uitleg gegeven. Alles gedaan wat ze konden om ons veiligheid te waarborgen. Maar die hebben ons wel verzocht, na het fluitsignaal, snel naar binnen te gaan. Dat is zuur, want je wil naar de supporters toe. Je wil het samen vieren en met hun een feestje maken. Maar ja, wat er allemaal gebeurde. Ik denk dat mensen wel snappen dat ze bij Groningen dat zeiden gaan naar binnen toe. Maar nogmaals, hoe vervelend het ook is hier. Wel complimenten voor de mensen van Groningen die ons opgevangen hebben. En alles hebben gedaan om onze veiligheid te garanderen. Tot slot, Marco ging natuurlijk van het veld af. Hoe is het nu met hem en met Jamie Jacobs natuurlijk, die ook van het veld af ging? Ja, Jamie niet goed. Uiteraard ben je als coach dan heel snel aan het verder denken. Heb ik Jamie heel kort gesproken. Maar dat is niet best, denk ik.
Moeten we morgen afwachten hoe die uitkomt. Ik heb Marco niet gesproken, want het ligt in een aparte kamer. Hoofdbond, hechten, dokter erbij. Ja, daar heb ik niks te zoeken. Ik kan wel mee gaan kijken, maar dan word je zo'n ramptoerist. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar wat je zegt, het is ook wel een teken hoe ook hij, heeft echt goed gespeeld, vond ik, voor het team gevochten heeft.